Hey, beste kijkers van mijn kanaal. Van harte welkom bij een gloednieuwe serie die dit keer niet zo groot is als een gigantische open wereld RPG. Of iets in die trant. Ik heb er namelijk de afgelopen tijd redelijk veel gehad en de games verslonden, maar ze kwamen ook allemaal bijna tegelijk uit. En ja, zo komen er eigenlijk nog meer uit. Denk aan Fallout, denk aan Red Dead waarmee we bezig zijn, Assassin's Creed waar we nog middenin zitten. Maar dan tussen dit allemaal door, tussen al het geweld en actie en weet ik veel wat door, hebben we daar opeens de remastered van Spyro. Een game die ik speelde als klein joch, waarvan ik vrij weinig kan herinneren. Alleen het enige en het belangrijkste wat ik mij kon herinneren is dat het echt fantastisch was. Het is jeugdsentiment, het is PlayStation 1 vibes en dat is in 2018 teruggekeerd op de PlayStation 4, Xbox en PC, weet ik niet zeker. Volgens mij alleen consoles. Ik ga deze game vandaag met jullie starten. En we duiken de eerste game in. Precies zoals Crash Bandicoot eigenlijk. Precies zoals Crash Bandicoot eigenlijk zijn het 3 games in 1. Dat kun je ook zien aan dit hoofdmenu. We gaan logischerwijs starten met Spyro the Dragon. De eerste game. Dan naar de tweede game Ripto's Rage. En dan naar de derde game Year of the Dragon. Maar er is één ding. Eén ding waarmee ik wil inleiden en dat is dat de game compleet Nederlands wordt ondersteund. Je hebt ook niet echt een hoofdmenu met opties of überhaupt taalkeuzes. De game is compleet Nederlands ondersteund. En dit kan heel fijn zijn voor de kindjes, voor de toegankelijkheid, voor sowieso een hele vrolijke sfeer. Maar het kan mij persoonlijk soms ook wel eens storen als ik gewoon de officiële Engelse stemmen wil hebben. Dus wat ik ga doen, ik ga in deze aflevering 1 deze eerste game starten, kijken naar de cutscene en goed luisteren. En als het mij stoort, switch ik deze aflevering nog naar Engels. Laten we opletten. Het is al een tijd rustig in de 5 werelden. Of zijn het er 6? Al een drakenleven. We hebben nu 12.000 schatten. Of al 14.000. Hoe zit het met die genastieke Norkgast? Want ik heb begrepen dat hij met een toverspreuk edelstenen in krijgers kan veranderen. Ik weet hoe het zit. Gnastic Nork is een simpel wezen. Simpel? Hij zit opgesloten in een afgelegen wereld en is geen gevaar voor het drakenrijk. Geen gevaar? Bovendien is hij lelijk. Lelijk? Zo is het genoeg! Het lijkt erop dat ik aan het werk moet. Oké, dit is dus de eerste scène. En wat mij al meteen opvalt, natuurlijk, het is heel vrolijk. Het zit ook best goed in elkaar. Het is perfect nagesynchroniseerd eigenlijk. Maar de stem van Spyro... Jongens, het is net alsof ik Cartoon Network kijk of zo. Dus ik ben nu eigenlijk heel erg benieuwd. Ik ga er meteen een knipje gooien. Pats, boem, pats. Ik ga mijn systeemtaal naar het Engels gooien. Dezelfde scène afspelen, maar dan in het Engels. En kijken wat er beter is. Okay, rolling. It's been peaceful here in the 5 worlds, or is it 6? For a dragon's age, we now have 12,000 treasure, or is it 14,000? What about this Ganasty Ganok character? Now, I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature. Simple? He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat? Besides, he is ugly. Ugly? That does it! Huh? Looks like I've got some things to do. Ja, wauw. Mijn eigen conclusie is inderdaad dat de officiële stemmen een stuk beter zijn. Ik snap dat voor kindjes en zo Nederlands perfect is. Maar wat ik nu gewoon ga proberen is de officiële stemmen te behouden met subtitles. Als dat kan.
Ja, het enige probleem met Engels is, het klinkt echt super officieel. En naar mijn mening is het ook wel wat beter dan. Alleen er zijn geen Nederlandse subtitles en dat zal even balen. Geen ondertiteling. Thank you for releasing me, Spyro. Free 10 dragons in the artisan world, then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. Hoppa. Nee, ik denk dat ik hem naar het Nederlands ga zetten om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te houden. En ja, ik moet me er dus bij neerleggen dat ik het niet alleen voor mezelf speel, maar ook gewoon voor een publiek. En dat het dan gewoon het best uitkomt als we het in het Nederlands hebben, aangezien de game geen ondertiteling ondersteunt. Dus dan maar naar het Nederlands. Ik zie jullie zo. Alright guys, laten we dan nu echt van start gaan. Welkom in de wereld van Spyro. Spyro Reignited. 3 games in 1, compleet geremasterd voor de PlayStation 4 en Xbox One. Laten we het zo concluderen, de next-gen consoles. Het is een prachtig reworked avontuur. En als je dit als kind hebt gespeeld, dan voelt het als thuiskomen. Het voelt gewoon geweldig. Ik kom eigenlijk net deze avond van Activision vandaan. Grote dank en een shout-out naar Activision voor het leveren van een PS4-kopie aan zowel mij als mijn vriendin. En ik kan eigenlijk niet wachten om in dit spelletje te duiken. Want wat ik al zei, ik gaf het al aan als verandering eigenlijk op wat er de afgelopen tijd te zien was op mijn kanaal. Er waren allemaal grote verhalende games bezig. En dat is typisch mij. Zo'n gamer ben ik. Ik ben er gek op. Maar wat ik zeg, als een Tomb Raider loopt. Als een Origins loopt. Als een Red Dead Redemption 2 loopt. En daarnaast ook nog allerlei andere games die ik niet eens af kon maken door drukte. Vampire wil ik ook nog induiken. En mensen die Kingdom Come verder willen zien. Weet je, dat soort games. Dan is Spyro een heerlijk luchtig tussendoortje. En zo wil ik deze game ook uploaden. Ik upload steeds gigantische afleveringen. 45 minuten, een uur lang. Gewoon veel te lang eigenlijk. Maar dat komt omdat het dat soort type games zijn. En nu wil ik dus eigenlijk gewoon Spyro behandelen als twee kleine leveltjes misschien per video. En dat je dan gewoon lekker kijkbaar tussendoor, weet je. Lekker de leveltjes 100%. Ik heb er in ieder geval super veel zin in. Ik hoop jullie ook. En als je het gevoel van Spyro kent, wat ik hier probeer uit te leggen. Ja, gooi dan gewoon eventjes een dikke vette like op deze aflevering. Dat zou fantastisch zijn. Des te meer support op een video als deze, des te beter. En nogmaals, grote dank aan Activision. Voor überhaupt het organiseren van een launch event. En daarna ook het meegeven van de PS4-kopie aan eigenlijk al de aanwezigen. Vind ik super vet, super netjes. En best wel gruwelijk. Oké, allereerst deze guy. We moeten hem een paar keer beuken voordat hij pas daadwerkelijk zijn loot laat vallen. Ja, prachtig. Ik was ook op dat Activision event van het praten met onder andere Rick Sloof. Dat is dan een van de contactpersonen die ik heb bij Activision. Toen zei ik, dit is echt zo'n raar spel wat qua genre tussen alles invalt. Want niet alleen jong vindt dit leuk, dus de kids, maar ook oud, omdat dat dan weer uit hun jeugd is. En dat maakt dit spelletje toch wel, denk ik, een fantastisch tussendoortje. Laten we deze gast even redden. Waar is Nasty Knork? Ik steek hem in de fik! Doe eens rustig, Spyro. Je moet nog veel leren. Weet je eigenlijk wel wat die libel doet die je volgt? Dat is Sparks. En hij kan je helpen en beschermen. Let op hem. Dan snap je wat ik bedoel. Oké, dus de libel die altijd achtervolgt, dat is een hulpje. Dat legt deze draak ook uit. Nou, helemaal mooi. Wat ik zal doen in deze afleveringen, jongens, is eigenlijk leveltjes afronden. Wat je doet, je bevrijdt draken. Je pakt eieren, collectibles, diamantjes. En je rondt eigenlijk, dat kun je ook zien. Oh, niet ertussen vallen. Dat kun je ook zien bij de gids. Je rondt levels af. We zitten dus nu op 45%. Hebben 40 van de 100 diamantjes en 2 van de totaal 4 draken. Bevrijd. En dan zie je nog linksbovenin een eitje ronddraaien. Dus we hebben nog een eitje dat we
moeten zien te collecten. En zo heb je gewoon een cute avontuur in de wereld van Spyro. Alright, dat was dus mijn inleiding. Laten we maar eventjes gaan focussen op alles wat dit gebied nog voor me heeft. Nou, dat waren alle geitjes. Dit red ik net niet. Yay! Vaardigheidspunt verdiend. Het is ook heel cute en minimalistisch tot nu toe, want het enige wat je kan doen is jump. Rondje is vuurblazen. Kruisje ingedrukt houden, dus je springknop is vliegen. En sprinten doe je met vierkantje. En voor de rest kan je nog dodgen met L1 en R1. En dat was het. Dus zoals de game net aangaf, er staat wel bij vaardigheidspunt verdiend. Wat het precies inhoudt, moeten we nog achterkomen. Dus ik weet ook niet of Spyro uiteindelijk nog veel meer skills gaat krijgen. Maar tot nu toe is dit het. Ik doe alles trouwens op het dode gemakje. Hè? We proberen hier niet een speedrun neer te zetten. Ik probeer gewoon gezellig de leveltjes te laten zien. Boele flits! Doe dat nog eens? De kunstenaarsbaas zit achter een poort in het drakenbek. Maar je bent er nog niet klaar voor, Spyro. Eerst moet je een van de andere kunstenaarslanden voltooien. Nou, hun geven dus tips als ik ze bevrijd. En de leveltjes die jullie me eigenlijk zien vrijspelen. Want dat zijn die bepaalde portals. Vergelijk het met Crash, jongens. Daar ga ik ook nog niet in. Ik probeer eerst hier in kunstenaars, tussen aanhalingstekens, alles op te lossen en op te pakken. Oké, hier hebben we één guy. Als je jezelf bewijst door 10 draken te redden, ja, mag je met deze ballon naar een nieuwe wereld vliegen. Oké, met deze ballon mogen we naar een nieuwe wereld, maar dan moet ik eerst 10 draken bevrijden. Ik heb er nu pas 3. Dus dat is onze eerste progressie tot nu toe. Daar hebben we een poort. Daar hebben we een poort. Hier hebben we alles al gedaan. Hier was een secret area. En voor de rest lijkt het erop dat ik alles hier heb gedaan. Dus ga ik eens even kijken. Gids, 73%. Ik heb er nog steeds echt niet alles gedaan. Misschien toch maar door die poort. Nee, daar kan je echt niet in. Hier heb je nog een kant waar ik heen kan. Ah. Hey Spyro, druk 2 keer op springen om te zweven. En wees maar niet bang. Bang? Waarvoor? Van hoge bergtoppen vallen? Neerstorten op prehistorische gletsjers? Oh, daarvoor. Cute. Ja, zo kan je dus je springmoves doen. Oké, daar beneden is iemand. Laten we hem snel pakken. Hij is nog steeds aan het rennen. Oh, pakketje. Nice. Zijn loot is binnen. Dit is een route omhoog. Kijk, je moet echt alles verzamelen. Echt alles. Dus je moet ook langs dit soort hoekjes rennen. Je moet alles verzamelen om die 100% percentage binnen te halen. Nou is dit een gedeelte wat ik nu voor het eerst speel. Maar het level waar ik straks in ga, de portal, die heb ik dus net al bij Activision gespeeld. Dus dat is dan wel een goede waar ik heel snel doorheen kan gaan. En de 100% progressie binnen kan halen. Nice. Ik zit nu op 94, dus ik heb hier nog steeds niet alles, jongens. Ik zal toch ergens iets nog over het hoofd hebben gezien. Nou, hier is ook niks. Hier verwacht je eigenlijk wel echt een secret, hè?
Ik weet niet waarom, maar ik heb deze overgeslagen. Nu zit ik op 97. Dat maakt het nog veel lastiger, want ik ben dus nu naar de laatste robijntjes op zoek. Robijntjes of crystals, hoe je het noemen wil. Maar waar kan dat zijn, mijn jongen? Ja, dit is het gevaar van dit leveltje. En van het spel überhaupt. Er staat 100% voltooid nu. Nou, dat is natuurlijk helemaal perfect. Maar ik moet dus niet dat soort diamantjes in het gras laten liggen. Want dat maakt het des te moeilijker. Laten we naar Steenheuvel gaan, jongens. Ja, kijk, ik vind het dus echt een fantastisch spel als ik het zo zie. Want dit is dus een spel uit mijn jeugd. Wat dus toen het effect had van, wauw, dit is echt heel mooi. Terwijl het eigenlijk heel lelijk was. Alleen nu is het dus echt mooi. En ik snap best dat als je Spyro helemaal niet gespeeld hebt, dat dat gevoel dan dus ook helemaal niet zo erg speelt bij jou. Maar dan hoop ik alsnog dat je ervan geniet. En deze serie op mijn kanaal een kansje geeft. Want het is wel degelijk een heel leuk spel om en te spelen en helemaal af te ronden. Maar ook waarschijnlijk om naar te kijken. Tenminste, dat lijkt mij wel. En aangezien ik dit level dus al gespeeld heb bij Activision, weet ik precies wat ik hier moet doen. En geef ik jullie eigenlijk even heel snel de snelle showcase slash afronding van dit gebied. En eindig ik daarna mijn aflevering 1 en hoop ik dat jullie dan hebben genoten, de support show, een like droppen, etc. Als je op een van hun platform staat, sla je je voortgang op. Dat kan handig zijn als je in de problemen komt. Maar daar heb jij nooit last van, Spyro. Ah, dit zijn dus eigenlijk kleine checkpoints, autosaves, hoe je dat noemen wilt. Je slaat je voortgang op. Goed rondkijken, dat ik niks oversla. Kijk, door sommige kisten kan je alleen heen beuken. Door andere kan je ook slopen door er op te blazen met vuur. Het verschilt per crate. Oké, links hebben we gedaan. Gaan we nu naar rechts. Ik ga sowieso straks nog een rondje door het level heen, want op deze snelheid sla je gegarandeerd dingen over. Kijk, hier ligt er dus al eentje. Oké, dat is de tovenaar. Nog een tovenaar. Right. En die vlindertjes dus, die uit de schaapjes komen, die worden opgevreten door die libel die naast me vliegt. En dat heeft dus dan ook weer een bepaald effect. Kijk maar, het wordt opgevreten. Hoppakee. En daar heb je dan blijkbaar ook weer iets aan. Gildas. Spyro, mijn vriend. Wil je een tip over zweven? Nou en of. Druk op springen op het hoogste punt van je sprong om lang te zweven. Druk op actie om al eerder te zakken. Druk op actie. Het is zo Nederlands en voor kindjes. Trouwens, voor de mensen die dit voor het allereerst zien en die denken, hey, dit lijkt verrekt... Verrekt? Verrekt, dat klinkt dom. Dit lijkt verdomd veel op Skylanders. Ja, Skylanders hebben dus gejat van Spyro. Want Spyro bestond al veel eerder. Echt al heel erg lang geleden. Ik durf niet precies te zeggen uit welk jaar het komt. Maar goddamn, dit bestaat al echt insane, man. Ik ga eerst alles afronden. Voordat ik naar bepaalde punten toe ga. Want soms zie je gewoon dingen waar ik voorbij ga. Dan moet je niet denken, oh Danny, sla het over. Wat ik al zei, ik ken dit leveltje al. Dus we gaan voor die 100% completion. Schaapkebab. Kijk, dat is toch alweer een trofee.
Kijk, daar rent hier één motherfucker. Daar is hij. Die rent rond met een eitje. Dus die moeten we eventjes zo snel mogelijk aanvallen. Binnenbochten zijn altijd sneller. Een vuurtje tegen zijn bibs. En het speciale eitje is binnen. Nice. Nou, dan moeten we nu even kijken of we ook alle diamantjes hier hebben opgepakt. Dat is ook wel belangrijk. Kijk, hier staat dus wel nog een kist. Hier hebben we nog twee. Toppie. Nou, laat ik dan de zijkanten van het kasteel ook maar eventjes meteen meepikken. Helemaal top, die zijn allemaal binnen nu. Dan hoop ik dat ik hier alles heb gedaan. Ik maak nog één rondje terug. Voordat ik echt nog diamantjes oversla. Even kijken, hier is niks meer, hè. Want soms vallen bepaalde diamantjes in het gras gewoon echt niet op, zoals deze flikker. Oké, dit is allemaal binnen nu. Dit is gedaan. En als je kijkt, hebben we hier alles afgerond. Als het goed is. Ja, zeker. Nou, mocht het niet zo zijn, dan kunnen we altijd terugkeren. Kijk, als je goed kijkt, dan hebben we hier nog een extra punt. Namelijk een draakje. Dat je alle draken hebt bevrijd, ga je door dat flitsende draaikokgeval. Je wordt dan teruggebracht naar de kunstenaars. Maar eerst wil ik je vertellen over... Nee, dank je. Doei! Nee, dank je. Doei! Oké, aardig. Oké, die is ook binnen. Kijk, dan hebben we hier dus nog een sneaky plekje. Die ik dus niet wist toen ik bij Activision op dat evenement aan een competitie meedeed. Toen moest je dus dit level speedrunnen en toen wist ik deze geheime plekjes niet. Die ik inmiddels wel weet, helaas. Zo, die sneaky plek is binnen. Kom hierheen. Kijk, ik kan dus nu ook twee levels per aflevering behandelen, puur omdat ik nu weet waar alles ligt. Als ik een compleet nieuw level speel, wat ik dus voor het eerst dan zal spelen, dan zal ik waarschijnlijk gewoon één level per aflevering behandelen, omdat het dan allemaal niet zo vanzelfsprekend is. Spyro. Zijn kleur geeft zijn kracht aan. Als hij vlinders eet, blijft hij sterk. Zoals ik. Oké. Nou, hoe cute was dat? En level is 100% voltooid.
Oftewel, we zijn eigenlijk pas net bezig voor mijn gevoel. En als je de gids erbij pakt, hebben we 100% en 100%. Nou, hoe vet is dat? Zo zie je al, kunstenaars heeft alleen 100%. Steenheuvel heeft al 200 in totaal. Ik weet niet zeker of we dat trouwens bij elkaar optellen. Het punt is, het heeft dus 4 draken, maar een extra ei. En zo zal het waarschijnlijk in de loop van het spel steeds wat moeilijker worden. Dus, hierbij zal ik deze aflevering afsluiten. Dit was mijn allereerste impressie en eerste aflevering van Spyro the Dragon. Helemaal geremasterd in de Reignited Edition. Naar de next-gen consoles. 300 diamantjes nu in totaal. Of rubies, of hoe je het ook wil noemen. Ik geniet er in ieder geval best wel van. Het spelletje geeft me echt een glimlach op mijn gezicht. En de kleurtjes zijn vrolijk, de geluidjes zijn vrolijk, de muziekjes zijn vrolijk. En het hoort gewoon, voor mijn gevoel, zo te zijn bij Spyro. Dus tot nu toe is deze remastered echt fantastisch. Ik kan niet wachten om snel verder te gaan met dit spel. Als je nou denkt, yo Denna, start je nou verdorie weer een nieuwe serie terwijl de anderen nog helemaal niet af zijn? Achoo. Hoppakee. Ja, dat klopt. Maar zoveel games komen er ook uit en ik ben geen fucking robot, guys. Dus ik probeer gewoon up-to-date te blijven en de nieuwste games te behandelen. En dan kan ik altijd weer terughaken op oude series om die op die wijze af te maken. Bedankt voor het kijken. Thanks voor de support. En tot de volgende aflevering. Peace.